Goedemiddag, mijn naam is Joseph Aar. Vandaag kijken we naar de mythe van de gewone functies. Ja. Eerst geen cyclosing, dat zijn beide continue functies. Dus daarvoor is de limiet altijd de functiewaarde. De limiet voor x gaan naar a van sinus x of cosinus x is gewoon sinus a. Ja, zowel voor sinus als voor cosinus. Ja, de limiet x gaan naar a voor cosinus van x is cosinus a. Ja. Voor waar min oneindig en plus oneindig heb je geen limietwaarde, omdat het is een periodische functie. Die komt nooit op waar uit. Dus de limiet voor x gaan naar plus of min oneindig van sinus x of cosinus is onbepaald. Hetzelfde voor de cosinus. Onbepaalde limiet op plus of min oneindig. En waarom periodische functies? Die hebben geen vaste limietwaarde. Nu voor de tangens. De tangens is een functie die steeds een aantal takken heeft. Ja? Altijd continu behalve op de waarde waar een verrekastoot hebt. Verrekastoot voor tangens is x gelijk aan die waarde, die waarde, die waarde, dus pi op 2, 3 enzovoort. Dus pi op 2 plus kpi. Dat betekent, ja, de limiet voor x gaan naar pi op 2, al oneindig is, bestaat niet, en je hebt verrekastoden op x pi op 2. Dat betekent dat de limietwaarde plus of min oneindig is. Voor cotangens heb je verrekastoden op x gelijk aan kpi, dus daar heb je dan geen limietwaarde. En ook een limiet voor cotangens x naar plus of min oneindig bestaat niet. Je hebt altijd die herhalingen, die takje wordt herhaald, dus je hebt geen limietwaarde. Ja. Nu, wat heb je wel voor gewone functies? Een speciale formule, namelijk, ja, omdat op alle punten continu zijn, is er niks speciaal en limietwaarde niet bestaan. Ja, hebben we toch een speciale oefening, namelijk de limiet voor x gaan naar 0, van sinus x gedeeld door x is 1. Ja, dat betekent ook limiet voor x gaan naar 0 van tangens x gedeeld door x. Ja, dus x gaan naar 0, niet naar oneindig of plus oneindig. X gaan naar 0 van sinus x over x is 1. Ja. Nu, als voorbeeld hier, limiet x gaan 0 van sinus 2 gedeeld door x. Wat zou dat zijn? Wel, hier zie je bijna je oefening. Alleen moet in een teller nummer 2x staan. Dus ik schrijf dus limiet x gaan naar 0 van sinus 2 keer sinus 2x gedeeld door 2x. Dan kun je 2 buiten brengen. Krijg je 2 keer de limiet van x gaan naar 0 van sinus 2x naar 2x. Als x naar 0 gaat, gaat 2x ook naar 0. Dus hier kun je 2x van maken. Dat is, dit is 1, die waarde is dus 2. Een ander voorbeeld. Ja. De limiet van x gaan naar 0 van sinus nx gedeeld door x zal altijd n zijn. Ja, als je vermenigvuldigt met n, zal het n zijn. Ja, limiet x gaan naar 0 van sinus min 7x gedeeld door x zal min 7 zijn. Ja, nu limiet x gaan naar sinus 2x door tangens 3x. Ja, dit gaat niet voor cosinus en cotangens voor informatie, alleen voor sinus en tangens. Ja, nu limiet sinus 2x tangens 3x. Je hebt sinus 2x tangens 3x. We moeten 2x en 3x vinden, dus we schrijven limiet x gaan naar 0 van sinus 2x gedeeld door 2x. Ja, dan moet je hier 2x bijvoegen in de teller. Bij de tangens hetzelfde, doe tangens 3x, ja, moet je hier 3x bijvoegen. Ja, 3x bijvoegen, dan zie je dus, als je uitschrijft, dat je krijgt de limiet voor x gaan naar 0. Ja, eerst de 2 derde die daar staan, de x'en vallen weg, je hebt sinus 2x gedeeld door 2x, maal 3x gedeeld door tangens 3x. Ja. Nu, die formule hier, dat ook omgekeerd. Als je neemt de limiet van x gaan naar 0 van x gedeeld door sinus x, die is ook 1. Ja, is ook gelijk aan de limiet x gaan naar 0 van x over tangens x. Dus je kunt die ook omgekeerd gebruiken. Dus hier, in dit geval, krijg je 2 derde maal 1 maal 1. Dus dat is 2 derde. Maal 1 maal 1. Ja, in het algemeen betekent dat de limiet voor x gaan naar 0 van tangens nx gedeeld door sinus nx door tangens mx, ja, die is n gedeeld door m. Ja, dat zijn een paar voorbeelden van de formule limiet x gaan naar 0 sinus x over x. Ja, ook limiet van sinus bijvoorbeeld min 2x gedeeld door tangens min 5x is dan min 2 min 5 derde. Dus min 5. Dat zijn dus de formules voor deze functies. Omgekeerd, de limiet voor x gaan naar 0 van tangens mx is dan m. Hetzelfde. En ook de limiet, ja, van x gaan naar 0
van omgekeerd tangens mx gedeeld door sinus nx zal ook m gedeeld door n zijn. Dus formules die gelden voor sinus en tangens. Onthoud, sinus en tangens hebben geen functiewaarde, geen limietwaarde. Het zijn altijd continue functies, geen limietwaarde op oneindig. Tangens en tangens hebben verre asymptoten, geen limiet op oneindig. En je hebt de formule limiet x aan de 0 van sinus x over x is gelijk aan 1. Ook gelijk aan limiet tangens over x. Hier een paar voorbeelden uitgewerkt. Dank voor de aandacht de volgende keer. Ja, als je dit een goede video vond, geef dan een like of ga naar mijn website www.joseph.aarts.com.